Tijdens de begrotingssessie van de gemeenteraad werd er gesproken over jeugdboa's. Sinds april uh, vorig jaar in 2021 uh, zijn de jeugdboa's begonnen hier in Velsen. Dat is toen uh, uh, met subsidie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid uh, gebeurd. Uh, nu in 2022 is de pilot verlengd met uh, gemeentelijke middelen. En nou, we zijn heel blij om uh, te kunnen vermelden dat uh, afgelopen week de gemeenteraad heeft besloten dat de jeugdboa's uh, structureel ingezet uh, blijven in Velsen. Uh, dus daar zijn we heel blij mee. Ze blijven. Het verschil tussen een jeugdboa en een reguliere boa is eigenlijk dat een jeugdboa is opgeleid om echte verbinding te leggen met jongeren. Uh, die hebben daar een speciale opleiding voor gedaan naast hun reguliere boa-opleiding en zijn dus echt getraind van uh, uh, welk gedrag zien we op straat onder jongeren, uh, hoe leggen we de verbinding met de jongeren op straat en hoe kunnen we dat gedrag ook als dat negatief gedrag is, hoe kunnen we dat bijsturen? De inzet van jeugdboa's heeft meerdere doelen. Ja, aan de ene kant um, zetten jeugdboa's uh, zich in om overlast te voorkomen of tegen te gaan. Uh, maar aan de andere kant kunnen ze ook een hele belangrijke rol vervullen bij het uh, tegengaan van criminaliteit onder jongeren. Uh, jongeren zijn in een uh, leeftijd waarin ze ontdekken, waarin ze experimenteren. Uh, wie ben ik? Wat wil ik? Um, en ja, dat, daar kan, kan ook grensoverschrijdend gedrag bij komen kijken. En doordat de jeugdboa's, de jongeren op straat kennen, bij naam, uh, weten wat ze doen in hun leven, met wie ze omgaan, uh, is zo'n verandering in gedrag vaak uh, goed zichtbaar voor de jeugdboa's. Die zijn daar dus ook in opgeleid, ingetraind om uh, die verandering in het gedrag te kunnen zien, daarover in gesprek te kunnen gaan en uh, dat maakt dat zij dus ook echt aan die, aan die voorkant ik maar zeggen, van het afleiden criminaliteit een belangrijke rol kunnen spelen. Na anderhalf jaar tijd zijn er verschillende resultaten te zien. Nou, toen de jeugdbouw is hier um, uh, begonnen in april uh, vorig jaar, 2021. Toen was er eigenlijk een situatie van een kat- en muisspel tussen uh, jongeren en handhaving. En er was eigenlijk helemaal geen verbinding, er was geen, geen, geen positieve relatie. En we zien dat sinds de komst van de jeugdboa's, uh, die echt aandacht hadden voor de jeugd, die weten hoe ze naast ze moeten gaan staan, uh, welk gesprek ze uh, kunnen voeren met de jongeren, dat daardoor dat kat-en-muisspel is verdwenen. We hebben ook gemerkt dat uh, de overlast een stuk beheersbaarder uh, is geworden. Omdat ze, uh, als we zien dat de overlast stijgt... dan uh, zien de jeugdboa's ook vaak waar komt dat vandaan? Uh, wat is er gaande in groepen? Uh, Zij praten met de jongeren. Wat gaat er in jullie, uh, jullie om? Hè? Wat, wat speelt er in jullie leven? En um, dat maakt dat het dan sneller helder is van... Hey, dit kunnen we inzetten... Om de jongeren te helpen en daarmee ook de, ja, de Velsense samenleving om de overlast weer naar beneden te krijgen. En dat ingrijpen dat houdt eigenlijk in dat zij uh, in eerste instantie dat gesprek aangaan met de jongeren zelf. Uh, maar dat zij ook het gesprek aan kunnen gaan met ouders over wat zij zien gebeuren. Um, uh, zij kunnen ook uh, handhaven door boetes te geven. Uh, maar ze kunnen ook uh, het, uh, de samenwerking daarin opzoeken met bijvoorbeeld politie uh, of met het jongerenwerk of het straathoekwerk. Om ervoor te zorgen dat er niet alleen um, uh, wordt gehandhaafd, maar dat ook de juiste ondersteuning en zorg kan worden ingezet als een jongere dat nodig heeft. Um, en ze werken ook wel samen met HALT, wat dan een, he, een alternatieve strafafdoening uh, kan zijn voor jongeren. De jeugdboa's richten zich op uh, overlast in algemene zin. Uh, op dit moment, deze tijd van het jaar, is uh, vuurwerk een, uh, een thema wat heel erg leeft. Um, er wordt al aardig wat vuurwerk afgestoken. En daar richten zij, uh, de jeugdboa's, zich dan ook op om dat uh, nou, zoveel mogelijk in te dammen. En uh, daarin trekken ze samen op met, met politie en, uh, en de partners die ik uh, eerder ook noemde. De gemeenteraad ziet de pilot als een succes... Ook andere partners zijn positief en hebben het idee dat er door de jeugdboa's meer zicht is op wat er op straat gebeurt. Door de verbinding en het contact wat de jeugdboa's leggen, um, is de relatie nu tussen het uh, team Handhaving en de jongeren in Vels uh, uh, enorm verbeterd.